issues now is gas prices. This price shock cannot be underestimated. It is hurting our citizens. Dit gaat grote koopkrachtgevolgen hebben. De stijging van de energieprijzen had ik natuurlijk wel meegekregen. Maar deze week werd het voor mij echt concreet. En dat was even schrikken. Het termijnbedrag wordt namelijk verhoogd naar €339 per maand. Een stijging van €127. Ik vraag aan Thomas Bleker van Pricewise of dat zomaar kan. Dat kan. Als je in een variabel tarief zit, dan kan het zijn dat de tarieven omhoog gaan. Iedereen heeft het wel meegemaakt, de prijzen schieten omhoog. Dus leveranciers moeten ook hun tarieven aanpassen. En als je tarieven omhoog gaan, dan zal waarschijnlijk je jaarnota ook hoger worden. Dus dan moeten ze het voorschotbedrag aanpassen, zodat je op de uiteindelijke jaarnota niet te veel hoeft bij te betalen. Ik blijk dus een variabel contract te hebben. In juli betaalde ik nog €147 per maand. In augustus ging dat al omhoog naar €212, wat ik toen al heel duur vond. En nu is het dus €339 per maand. Dat is niet niks, maar eigenlijk vertelt Thomas Bleker mij dat het soort van goed is dat mijn voorschot nu omhoog gaat. Nee, absoluut. Ze doen het om de klant te beschermen. Hè. Dus als ze het niet doen en je voorschotbedrag blijft te laag, dan word je op de jaarnota geconfronteerd met een enorme naheffing. Nou, dat vindt niemand fijn. Noem het naïef, maar ergens dacht ik dat ik pas later iets zou merken van die prijsstijgingen. Omdat het natuurlijk vooral de energierekening raakt vanaf het volgende kalenderjaar. Bij mij gaat mijn termijnbedrag nu dus al omhoog. En dus lijkt het mij een beetje onzin dat Hoekstruisweg dat mensen met een variabel contract in januari er pas iets van merken. Dat is deels onzin. Er zullen sommige contracten misschien per 1 januari worden gewijzigd. Maar we zien ook al dat variabele tarieven nu eerder al worden gewijzigd, dus tussentijds. En als jij nu in een vast contract zit wat de komende weken bijvoorbeeld afloopt, dan word je ook al geconfronteerd met een variabel tarief en dus waarschijnlijk ook een verhoging. En is daar iets aan te doen? Niet echt. De markt bepaalt de prijs. En als je het echt niet kan betalen? Als je het echt niet kan betalen, dan moeten leveranciers over het algemeen een schuldhulptraject aanbieden. Of althans een bepaalde oplossing bieden om je rekening te betalen. En wellicht dat je bij de gemeente kan kijken wat er nodig is. En in Den Haag zijn ze natuurlijk ook bezig met een noodplan. Nou, concreet betekent dat we de energiebelasting fors gaan verlagen. En dat ze uiteindelijk voor een gemiddeld gezin met een gemiddeld verbruik ongeveer op iets meer dan €400 uitkomen. Dat we daarmee in ieder geval de stijging enigszins beperken. Ja, ik voel me dus eigenlijk wel een beetje dom, omdat ik dus nu er pas eigenlijk achterkom dat ik een variabel contract had. Ik dacht erg dat ik vast had, terwijl ik had het echt wel makkelijk kunnen opzoeken. En nu krijg ik ineens zo'n enorm bedrag verhoogd. En dan denk ik, oh ja, niet zo slim. Nee, dat noemen ze in de energiemarkt een beetje oneerbiedig slapers. En daar zijn er heel wat van. Ik denk dat het merendeel van de huishoudens misschien wel 60% tot 70% in een variabel contract zit en al heel lang. En die daar gewoon normaal gesproken niet zo erg mee bezig zijn. En ja, misschien dat die nu wakker geschud worden door de prijsstijgingen en ze dat nu gaan merken. Als je trouwens een vast contract hebt, dan heb je er allemaal geen last van. Dan betaal je gewoon voor een bepaalde tijd dat afgesproken tarief. En krijg je ook niet ineens een enorme naheffing. Stel dat je wat meer stookt omdat het heel koud wordt, kan het zijn dat je het eind van het jaar iets meer moet betalen, maar dan nog steeds aan de hand van dat vaste tarief.